Het is natuurlijk heel nieuw dat dit soort mensen naar Curaçao komen hier een toernooi te spelen. Wat betekent dat voor u ook en wat voor het eiland, denkt u, dit hele evenement? Voor mij betekent het eigenlijk een soort dat we eigenlijk de tennissport hier op Curaçao gewoon gaan uitbreiden met heel mooie wedstrijden. Maar ook voor de jonge kinderen, dat ze eigenlijk ook zien dat ze ook op een hoog niveau kunnen komen. Nou, specifiek, je ziet de vibe die het teweeg brengt momenteel en al in de aanloop hier naartoe natuurlijk. We zijn heel blij dat het hier plaatsvindt. We zijn heel blij dat met het partnership met Curaçao Tennis Legends. We hebben een geweldig tenniscourt gebouwd. En we zien echt uit naar de komende dagen. Je hebt het hartstikke leuk vanavond volgens mij. Ja, ik vind het heel erg leuk. Want ze doen het ook niet alleen voor ballen staan en ze maken spelletjes ervan, dus dat vind ik heel leuk. Het clinic geven op Curaçao, dat is toch wel een bijzondere ervaring, denk ik. Ja, dat is de eerste keer, maar het was leuk. Met de betere kids van Curaçao, meerdere leeftijdscategorieën. En ze konden allemaal goed tennissen, dus ik werd flink uitgedaagd en ik denk Henri ook wel. You look tired. Do I look tired? Not at all. I'm not tired. I'm just having a good time, you know, here and play with everybody. It seems that the kids, you know, they just enjoy it, and it's great to play with them because they have to remember it's a game, so they have to enjoy it. They have to have fun on the court, which is the most important thing.